Hallo allemaal in mijn Italiaanse, Zwitserse en internationale keuken. Vandaag praten we over kruidenzout of gearomatiseerd zout. Ik heb dat filmpje in augustus gedraaid. Intussen heb ik ook iets bijgeleerd. En ik vertel jullie kort hoe ik het nu maak. Hè. Ik neem grof zeezout. Ik heb mijn kruiden zelf gehad hier van de balkon. Maar wanneer jullie geen kruiden hebben, gaan jullie kruiden kopen. Kopen jullie niet te weinig. Voor 1 kilo zeezout hebben jullie zeker 200 gram of 300 gram kruiden nodig. Hè. Daarmee het een goed zout wordt. En doen jullie die kruiden malen, wassen en fijn hakken of malen en onder dat grof zout doen en dan in de bakoven laten drogen. Misschien hebben jullie een machine waar dat ook professioneel gedroogd kan worden. Dat heb ik niet. Ik heb een oude lelijke bakoven die het ook niet zo perfect doet. Dus ik heb op 70 graden de eerste half uur die bakoven laten omhoog op temperatuur komen met het kruidenzout erin dat goed gemengd was met de kruiden. Also het zeezout met de kruiden, natuurlijk. En dan heb ik een houten lepel genomen en een beetje tussen de bakovendeur en daarmee de bakoven een beetje open blijft, daarmee de vochtigheid uitgaat. En ieder uur heb ik dat zout, dat zeezout, dat grof met de kruiden een beetje gedraaid. Daarmee de kruiden drogen, daarmee alles droogt. Hè. En dat heeft zo ongeveer tussen 3 en 6 uur geduurd. Het komt altijd erop aan hoe nat de kruiden zijn. Ja? Oké, dan weten jullie dat als kleine tip. En nu nog twee kleine anekdotes. Ik heb toch een klein kind, hè? Devin heet die, en die woont in Nijmegen. Mijn dochter woont ook in Nijmegen en ik dus in Zwitserland. Hè? En ze zijn nog eens op vakantie gekomen voor een lang weekend. En op een ochtend kwam Angelina met Devin naar de keuken. Ik zat natuurlijk alweer te koken en hij zat in haar arm en zij vroeg hem, ja, hoe heet ik? Also, hoe heet zij? En hij zei tegen haar, ja, mama, hè? Natuurlijk. En hij kon geen nonna zeggen, want nonna betekent oma in Italiaans en nonno opa in Italiaans. En Gerard, mijn man, was ook in de keuken en ze vroeg Devin, hoe heet die daar? Hè? En hij keek mijn man aan en zei nonno. En dan keek ze naar mij en ze vroeg hem, hoe heet zij dan? En dan zag je echt dat hij zat hier te... Het zat te malen in zijn hoofdje. En wat zei die dan? Nonno boterham. Wij hebben ons kapot gelachen. Want hij, wanneer hij honger heeft, zegt hij altijd, of zei hij altijd, boterham, boterham. Dan wisten wij, hij wil eten. En hij heeft al gesnapt, zonder nonna eet hij niks. Ha? En door nonna heeft hij eten gekregen. En ja, ik zat continu in de keuken. Ha? En hij is heel erg nieuwsgierig op koken en keuken en alles. Want hij kwam ook naar mij toe en maakte zo. Dat betekent nemen in de arm. En hij wou in de pannen kijken wat er daar gebeurt. Hij vindt dat super interessant. En ik vind dat zalig, hè, dat hij geïnteresseerd is in koken. Ja, dat is de eerste anekdote en dat vergeet ik nooit. Nonno boterham. Intussen kan hij nonna zeggen. Dat kan hij nou. En dan de tweede anekdote. Het gaat over Italië. Ik was dit jaar in Zuid-Italië. Ik ben naar huis gereden, naar Neviano. In de buurt van Calipoli. Als in de hak van de Laars. En wanneer ik naar beneden rijd, is het net als heb ik plakband aan me dat me naar beneden trekt. Niet heel sterk, maar het trekt me altijd naar beneden. En ik had een zalige tijd, maar ik moest ook weer terug. En iedere keer wanneer ik terug ga, is het net als heb ik een hoop plakband of kleefband aan mijn rug, dat ik bijna niet wegkom. Emotioneel kom ik daar bijna niet weg. Ik heb iedere keer ontzettend problemen weg te komen. Echt moeite. En deze keer, 5 oktober, toen ik terugreed, was er ook een heel heftige, hevige storm daar beneden en regen en alles. Het was piekzwart, je zag niks. Ik moest een paar keer stoppen. Ik had ook veel langer over de reis gedaan als normaal. Ik moest stoppen, want je zag gewoon niks. En het was gevaarlijk. Also daar beneden, wanneer echt een orkaan is, dan is het een orkaan. Dan is het echt gevaarlijk. En ik had zo emotioneel moeite om weer terug te komen in dit leven hier. Omdat daar beneden is het leven heel anders. Het is sociaal, het is hartelijk. De mensen zijn lief.
en hartelijk en behulpzaam. Het is gewoon zalig daar. Wanneer ik had gekund, was ik gebleven. Maar helaas kan het niet. Dus mensen, dan weten jullie mijn verhaaltjes. En mijn recept komt nu ook. Ik wens jullie veel kijkplezier. Doei doei allemaal. Doei. Zo mensen, dan beginnen we de kruiden te snijden en te plukken en te oogsten. Dat is de rozemarijn. En nemen jullie genoeg kruiden, want meer is meer. Dat is de selderie, de bladselderie. Die is in augustus, dat was in augustus al heel mooi geweest. Na de hand was die 3 keer meer. Die is echt mooi geworden. Dat is het magiekruid, dat was toen nog een beetje minimaal en na de hand is die gekomen. Dat was ook 3 tot 5 keer meer. Dan mijn basilicum, die stond ook super. Dat kwam na de hand ook nog meer. Dat is alles weer dichtgegroeid na de hand. En bonenkruid heb ik ook genomen. En jullie nemen kruiden die jullie willen of die jullie hebben. En denken jullie aan, meer is meer. Hoe meer kruiden jullie erin doen, hoe beter het is. Hier mijn peterselieblad. Ook mooi gegroeid. Zo, dat zijn de kruiden die al gewassen zijn. Die waren nog nat. Dan mijn machientje om alles klein te malen. Mijn natuurlijk zeezout, het grove. De steriliseerde deksels. De chilies. En de glaasjes waren ook gesteriliseerd. Maar dat is voor dit recept niet echt nodig. Dat is gewoon, ik heb dat zo gedaan, maar het is niet nodig. Dan nemen jullie voor de eerste ronde eerst de basilicum. En nu komt dat, jullie zien dan zo. Zo moeten het jullie niet per se doen. Hè? Dat was veel te ingewikkeld. Ik heb het naar de hand simpeler gemaakt. Maar dus de kruiden waren ook nog vrij nat. En ik heb in die machine die molen zout ingedaan. En dat moeten jullie niet doen. Jullie nemen het zeezout, jullie doen het in een ovenschaal, gelijk in een ovenschaal, zoals het is. En nemen jullie echt grof zeezout. En dan heb ik nou basilicum erin gedaan. En grof zeezout heb ik genomen omdat daar geen conservatiemiddelen en niks in zit. En dan doen jullie alleen de kruiden malen. Hè? En laten jullie die beter drogen, want deze waren echt extreem nat. En het heeft ongeveer 6 uur nodig gehad, daarmee alles droog werd. Hè? Hoe droger de kruiden zijn, also niet uitgedroogd, hè, maar gewoon geplukt, wassen en dan zo'n halve dag laten drogen. En na de hand onder malen of heel klein snijden en onder het zout doen. En dan droogt dat ook sneller in de bakoven. Dat is mijn rozemarijn. Dus, grof zeezout in de ovenschaal. Kruiden mixen, hakken of klein snijden, eronder trekken. Goed mengen. En dan in de oven alles laten drogen tot het echt droog is. Uithalen, afkoelen. En dan pas door de machine jagen en malen. Dat is veel simpeler als dit hier wat ik heb gedaan. Maar jullie mogen het natuurlijk ook zo doen. Hè? Ja, en dat was dus magiekruid en peterselie. Also selderieblad en peterselie. Dan heb ik weer zout op gedaan. Voor het machientje was het natuurlijk ook veel moeilijker om dat te malen, omdat het ook zwaar was met dat zout, als wanneer jullie alleen de kruiden malen. Hè? En ik maak reclame voor dat machientje, ik krijg geen geld voor, hè? Maar dat machientje is echt super. Hè? Dat helpt me enorm. Zo, dan zien jullie, dan heb ik die grove pap daar in die ovenschaal gedaan. Gebruiken jullie nooit aluminium als het niet nodig is. Hè?
Want aluminium is ongezond en vooral wanneer jullie het heet maken, is het nog erger. Hè? En ik heb het voor jullie in die ovenschaal gedaan, zo op die manier. Maar normaal doe je dat zo uitgebreid mogelijk erin leggen, het zout, daarmee het vlugger droogt. Want zo had het natuurlijk ook veel langer nodig. En dat is nou de tweede manier om gearomatiseerd kruidenzout te maken met chilies. Dat lust ja niet iedereen pittig, maar mijn man lust dat. En Gio Antonio in Fidenza lust dat ook. En ik wou je een cadeautje meenemen, omdat ik naar hun ben gegaan. En daar heb ik voor Gio Antonio ook een glaasje pittig zout meegenomen. En jullie denken ook, waarom doet ze dat allemaal? Dat kun je toch ook kopen? Dat klopt. Hier is peterselieblad en selderiekruid. Je kunt zoiets ook kopen, maar hebben jullie eens de prijzen gezien? En jullie weten niet wat alles erin zit. Ik heb ook de tomatensaus ingekookt, zelf gemaakt. Jullie denken ook, ach, dat is toch goedkoop, dat kun je ook zo kopen. Klopt, dat is zelfs goedkoper als zelf gemaakt. Maar de smaak is niet hetzelfde. En ze doen overal tegenwoordig suiker in. En vooral heb ik een documentatie gezien waar ze in de tomatensaus een derde sojapoeier, als sojameel erin doen. En dat wil ik allemaal niet eten. Dan maak ik het liever zelf. Zo, dat is selderiekruid, ja. En dan bonenkruid. Daarom maak ik de dingen zelf. Want de industrie doet steeds meer rotzooi in de levensmiddelen ondermengen. En vooral de suiker overal erin en conservatiemiddelen. Wat niet nodig is. Wat onnodig is. En ik wil dat mijn man en ik en mijn familie gezond eet. En daar heb ik dan ook gemengd. Zo, en daar heb ik dan ook ingevuld in die ovenschaal. Jullie zien, dat is zo donkergroen, bijna bruinzig geworden. Maar dat verandert dan de kleur. Wanneer het droog werd, dat verandert dan de kleur. Geen paniek, hè. Dat is dat pittige zout, hè. En dat heb ik op die manier alleen voor jullie gedaan. Mijn Devin. Zo, en dan gaat dat in de oven. En laten jullie dat bij 70 graden omhoog bakken. Een half uur met dichte oven. Wanneer het lampje uitgaat, 70 graden, half uur. Na de hand doen jullie een houten lepel tussen de ovendeur en de oven. En draaien jullie het zout iedere half uur, ieder uur gaan jullie even dan een beetje roeren. Daarmee alles droog wordt. En dat heeft 6 uur geduurd, omdat ik het zo op een hoop had, dat zout, tot het droog was. Na 6 uur heb ik het eruit gehaald, maar het kan ook sneller gaan. Hè? Wanneer de kruiden droger zijn, dan is het sneller allemaal droog. Dat horen jullie. Wanneer het zout droog is, dat horen jullie. En dan gewoon weer afkoelen. En dan door de molen jagen. En hoe vaker jullie het door die machine jaagt, hoe fijner het wordt. Hoe meer kunnen jullie in glaasjes invullen. En dat kunnen jullie voor alles gebruiken. Ik heb het in het vlees gebruikt. Ik heb dat zout in de soep gebruikt. Ik heb een soep gemaakt. En daar heb ik geen bouillon meer nodig gehad. Hè. Was echt en is echt super lekker. En dat ga ik weer doen. Hè. En dan niet zoals hier in de video, maar de makkelijke manier. Hè. Grof zeezout in de bakovenvorm. Kruiden malen, eronder trekken, goed mengen, laat het drogen in de oven en dan pas malen. En klaar. Thank you.
Zo ziet dat eruit. En dat was echt zo basilicumachtig mooi zout geworden. En dit is chilizout, zien jullie hoe rood dat is geworden? Van donkergroen-bruinse kleur naar rood. En die is ook heel lekker geworden. En had ik dan ook vaker gemalen daar in de machientje. Niet zoals in dat video hier. Maar aan de hand heb ik dat gedaan, is het echt heel fijn geworden. Hè? En dat past gewoon ook meer in de glaasjes. Maar goed, zo hebben jullie een idee wat jullie kunnen maken. Hè? Voilà. Zo, vonden jullie de video leuk? Vonden jullie de idee leuk? Gaan jullie het mama namaken? Geef jullie mij een like en veel plezier ermee. Doei doei!